kijken naar een nieuwe video van een Minecraft Survival. En wat ik nu wil doen is direct de namen van een kijker op het bord doen. Het is Axelmans, dus dat doe ik Axelmans. Zo, gefeliciteerd, je staat ook op het bord. En als jouw bord er naam nog niet in deze wereld is, laat het weten in de reacties, want dan kan ik ook jouw naam in deze wereld doen. Als dat niet leuk is, weet ik het ook niet meer. Ik zie ook al gelijk dat het al donker is, dus ik denk dat het wel tijd is om te gaan slapen. Dus hier ligt mijn bed. Voilà, dan zijn we hier. En dan zijn we de vorige twee afleveringen waar we bezig met een gebouw. Laten we deze aflevering weer verder werken aan een gebouw. Dat zien jullie daar zo. En hier zien jullie ook nog een soort van automatische pumpkin farm. Die ik later nog zal gebruik van maken, want nu zit even mijn inventaris vol. Het leek mij leuk om hier met de iron blocks te gebouwen. Zo. Dan komt hier zo'n ingang. Ik weet niet of ik nog een paar verdiepingen hoger zal maken dit gebouw. Maar er komt sowieso nog een dak op. En dan heb ik ook nog een kist nodig, maar ik heb even geen hout. Dus ga ik even wat bomen nakken. Ik heb onnodig hout daar in mijn kisten ergens liggen, maar ik denk dat dit even beter is als ik er nu nog wat ga hakken. Zo, nu hebben we ook, wat vind je eigenlijk van de wereld? Geef een score van 1 tot 10. Hoe jullie dit van wat vind je, hoe jullie de video leuk vinden, een score van 1 tot 10 en hoe mooi jullie de wereld vinden, ook van 1 tot 10. Oh ja, nu zie ik nu net dat ik het hout niet heb opgepakt doordat mijn inventaris vol zit, dus moet ik heel even snel terugrennen. Ik ren wel, want ik heb toch genoeg eten. Die appel die daar lag, boeit mij eigenlijk niet echt heel veel. Dus wat ik maak is even natuurlijk een crafting table. Zo. En maak ik nog een kist. Ja, we maken hier een soort van een bakkerij. Zo allemaal taartjes en zo. Hier heb ik hier zo de kist toe. Dan zet ik hier alle taarten in. En dan komt er ook nog een kamer met alle broden en al. Dus dat wordt ons plan. Dan heb ik wel ook leuk voor de sieren en kolderen maak. Even wat iron gebruiken. Zo moet je een cauldron maken. Die plaats ik hier. En ik ga er nog eentje hier zo plaatsen. Dan maak ik even mijn bucket maken. Oh, ik had er al eentje in mijn inventaris, die had ik niet gezien. Eigenlijk moet ik mijn inventaris een beetje beter organiseren, maar ik had eigenlijk niet echt zoveel tijd, want ik had weinig tijd om deze opname nog te doen. Dus, zo. Laat ook weten in de reacties welke soort van, welke kleur van glas ik kan doen, want ik heb verschillende kleuren van glas. Maar ik weet niet welke kleur het de mooiste zal zijn. Hier komt dan nog maar zeg maar een trap naar boven.
Dat gaan we later wel doen en ik denk dat ik ook wat leuk kan decoreren met wat pompoenen. Is het leuk als we dit hier doen? Zeg maar als er ik moet even waar plokjes onder plaatsen, want anders werkt het toch niet. Ik vind dat we daar misschien nee, ik weet niet of het wel mooi is. Maar ik denk dat dit de aflevering was. Het was maar een korte aflevering weer. Maar bedankt om te kijken. En abonneer zeker voor meer. En sorry voor als de kwaliteit wat minder is. Maar vanaf de volgende video zal het weer wat beter gaan. Doei doei.